Texel en Regiojournaal. Open dagen, hoveniersbedrijf, gebroeders Arends. Van Raam wint Eurobike Award. Maïs Doolhof bij de melktap. Beste kijkers, hier volgt het weekjournaal van week 38 van de ZSOM. We hopen dat u met interesse kunt kijken. Bij restaurant de Radstaken is de 350-jarige lindeboom vervangen door een jonger exemplaar. Deze wisseling werd verzorgd door het hoveniersbedrijf Gebroeders Arends uit Wichmond. Daar wij die wisseling gefilmd hebben, kregen we een uitnodiging om bij hun 30-jarige bestaan van het hoveniersbedrijf de open dagen te filmen. We hebben hier open tuindagen en dan gaan we zijn nu in opbouw en dan kom je nu even filmen. En dit is een heel mooi evenement waar ongeveer 50 tot 55 standhouders zijn. En je zult straks wel zien als je de film bekijkt. Ja. En dat is ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het hoveniersbedrijf? Ja, we bestaan nu 30 jaar, afgelopen januari al, maar dat vieren we nu. Want 4 jaar geleden hebben we ook open tuindagen gehad, maar dat hebben we eigenlijk heel de tijd uitgesteld naar nu, omdat we 30 jaar bestaan. Om er iets extra tintje aan te geven. Hoe is het hoveniersbedrijf ontstaan? Nou, we zijn in 89, hè? 89, hè? Ja. Zijn we gestart, januari 89. In 88 hebben we ik woon in Giesbeek en daar hebben we een garage gebouwd. En toen had ik hem meer te hoog en toen zei mevrouw, ja, we gaan op vakantie, we gaan naar Spanje. Ik zei, ja, naar Spanje, we moeten gewoon metselen. En dus eerst naar Spanje en toen zei Arnold van, hey, kom je wel helpen? En toen waren we samen die schuur aan het bouwen en ik ben eigenlijk van origine timmerman. En toen zeiden we, nou, wat gaan we doen? Wat gaan we, hoveniersbedrijf beginnen of aannemersbedrijf? Wat gaan we doen? Nou, dat hebben we allemaal een beetje laten bezinken. En toen zei Arnold, eind van het jaar, zei hij van, ik kap ermee. Ik ga starten. Ik zei, nou, dan doe ik mee en doe ik met z'n tweeën. Nou, en dat was eigenlijk de start. Ja. Dus, toen zijn we eigenlijk met nul begonnen. Arnold met een oude Opel Rekord, die ik 's morgens aan moest trekken. Ik met een oude Mercedesbus. En oude aanhanger en gaan. Ja. Dus dat was een heel leuk begin. We hebben heel veel schik gehad in het begin. Ja, nog steeds, maar zo'n begin, zo'n opbouwfase is gewoon bukkelhard werken en een hoop lol en echt leuk. Ja. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn twee mensen gewoon begonnen zonder opleiding in de hovenier? Nee, ik heb wel de hoveniersopleiding gehad. Dus ik heb altijd bij Vreeman gewerkt in Lochem. Daar heb ik 8 jaar gewerkt en daar heb ik de werkervaring op gedaan. Ik vond het een heel mooi bedrijf, was ook een heel vooruitstrevend bedrijf. Heel veel ervaring op gedaan, hoe het moest en hoe het niet moest, of wat ik vond. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik ga het zelf doen. En dan kan ik mijn eigen dingen doen en mijn eigen ontwerpen maken. En nu bestaan we dus 30 jaar en we werken nu met 18 man personeel, zeg maar. Dus een hele goede start gehad? Ja, we hebben een hele goede start gehad. Maar gewoon bikkelhard werken en goed werk maken. Alleen maar kwaliteit. En daar gaan we voor. Het bedrijf bestaat deze maand 30 jaar. En ze vieren dit met open dagen in het weekend van 21 en 22 september. Op deze dagen kan men hier allerlei modeltuinen bekijken. Wij namen alvast een kijkje bij de voorbereidingen voor dit weekend. Voor ons tweede onderwerp gaan we naar Winterswijk. Hier ligt op een nauwelijks mooiere plek het Openluchttheater. Het ligt verborgen in het groen en het dateert uit 1948. Volgens bestuurslid Ineke van der Lans kennen de meeste mensen uit Winterswijk het theater niet. Maar als ze hier komen, valt hun mond open van verbazing.
Zo mooi ligt dat er. Ik ben secretaris van het Openluchttheater in Winterswijk. En de voorzitter is Veronique Snijder van de boekhandel Kramer. En ik verzorg eigenlijk alle correspondentie en alle contacten. Ja. Oké, en wat voor jaar dateert het? Het Openluchttheater is in 1949 ontstaan na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Omdat mensen behoefte hadden aan iets van toneel, creatieve muziek en dergelijke. En dat heeft de hele tijd heeft ook het Winterswijkse Operettegezelschap en andere toneelgezelschappen er gebruik van gemaakt. Totdat de Schouwburg kwam. En toen is het in elkaar geploft, min of meer. Want het is natuurlijk altijd wel een openluchttheater waarbij je het risico hebt dat het gaat regenen. Nu ook een beetje regenachtig. Dus toen is het de hele tijd verwaarloosd. En geen kindervoorstellingen meer, want er gingen ook wel scholen naar Dick Trom. Een heleboel mensen kennen dat. En meneer Cactus is hier nog geweest. En toen bleek dat dit park, dus het Huinik-Maatpark, zou opgeknapt worden. En de gemeente die had bedacht, laten we dit maar een beetje verwilderen. Want ze wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En toen hebben wij met ook Anke Govers erbij, met drie vrouwen, hebben bedacht, ja, dat is jammer. Want de contouren van het Openluchttheater waren nog allemaal aanwezig. Het was wel een bende, het was helemaal begroeid hier, heel wildernis. Maar je kon wel zien waar het theater was geweest. Ja, ja. Dus toen hebben wij een burgercheck aangevraagd en met de gemeente samengewerkt om het hier voor elkaar te krijgen. En sinds 10 jaar nu is het zoals het hier nu is. Oké. En zijn we helemaal blij met het theater. Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben nog een beetje hier op de achtergrond, want we hadden het afgelopen weekend hadden we het Open Monumentendagen en liften wij mee met onze jubileummiddag. En daar hebben we ook een soort hoogtepunten gecreëerd via foto's. En we hebben zo'n beetje 2 keer per jaar een kindervoorstelling. We beginnen altijd met een tribute night, met in ieder geval muziek. En dat wordt altijd heel goed bezocht. We proberen gevarieerd. We hebben ook flamenco hadden we dit jaar, flamenco dans. We hebben ook wel eens voor Lago d'Amai, voor het Molukse gemeenschap, een toneelstuk gehad. We proberen dan ook iets met eten te regelen. We hadden ook met die Spaanse middag hadden we tapas en sangria. We hebben ook wel eens Thaise wok gehad bij Marjolein Meijers. Dus we proberen ook nog dat je hier echt zo'n ultiem gevoel hebt van, oh, wat lekker om hier nu even hier te zijn. Ja, we hopen dat het toch een klein beetje naar belangstelling komt en dat er steeds meer mensen hier de weg naartoe vinden. Ja, we hadden het afgelopen weekend echt perfect. Het zat hartstikke vol. Het was misschien niet helemaal vol, maar dat er hier zo'n beetje 300 tot 500 mensen hebben genoten, dat was wel duidelijk. En ik denk dat het weer ook mee gaat helpen, al die hete zomers die er nu aankomen. Dus, het is alleen maar, ik ben er helemaal positief over eigenlijk. De Sint-Vincentiusvereniging in Groenlo gaat naar alle waarschijnlijkheid verhuizen naar een ander pand. Het huidige pand is al jaren veel te klein. De vereniging had eerst plannen om naar de bron te verhuizen, maar dat ging niet lukken. Nu zijn hun ogen gericht op een pand aan de Ruurloseweg 13 in Groenlo. Dit pand is wel 3 keer zo groot als het tegenwoordige onderkomen. Goedemorgen. We staan hier bij de Vincentiusvereniging in Groenlo. En we spreken met Jan Papen, voorzitter van de vereniging. Wat houdt dat in, Vincentius? Wat doet de Vincentius in deze omgeving? In grote lijnen is het eigenlijk het helpen van minder bedeelde mensen in de samenleving, kort gezegd. Oké. Er zijn vrijwilligers hier aan het werk. Met hoeveel vrijwilligers doet u dat? Ja, je moet eigenlijk zeggen, de Vincentius is opgesplitst in 2 dingen. Het genereren van middelen, dus dat doen we onder andere met onze kringloopwinkel. En we hebben een 10-tal werkgroepen die zich bezighouden met het zorgen dat het geld op de goede plek, of de middelen, op de goede plek terechtkomen. Oké. Ik kijk zo hier de winkel door. Daar staat bommetje vol. En ik heb begrepen dat u op zoek bent naar een andere ruimte. En die hebt u inmiddels gevonden? We zijn bezig met een nieuwe ruimte. En een van de redenen is eigenlijk dat we hier gewoon te krap in de ruimte zitten qua opslag.
De opslag is elders, is lastig. Heel veel verkeer wat er plaats moet vinden. En we zijn ook bezig met andere activiteiten om die in te betrekken. Eigenlijk de participatiemaatschappij komt eraan of is eigenlijk al voor een belangrijk deel in gang gezet. En dat betekent eigenlijk dat de burger weer meer verantwoordelijk wordt. En daar willen we eigenlijk in ons nieuwe pand eigenlijk heel veel activiteiten of in ieder geval meerdere activiteiten ontplooien die daar betrekking op hebben. En dat nieuwe pand wat u noemt, dat is aan de Ruurlose Weg, de oude pand van Aring. En wat bent u daar precies mee van plan? Wat ik al zei, het is ongeveer 3 keer zo groot als de ruimte die we nu hebben. En wat we willen is eigenlijk ook andere partijen erin betrekken, zoals onder andere de ziekenomroep, de Stadskamer, Repair Café, omdat die allemaal een zekere band hebben in hun activiteiten met hetgeen wat wij ook doen. En eigenlijk willen we elkaar gaan versterken. Dat is de gedachte erachter. Dus het is een oud pand. En pindakaas zit er nog bij in. Ja. Er zal nog wel het een en het ander aan verbouwd moeten worden, neem ik aan. Dan moet inderdaad het een en ander aan gebeuren. Onder andere de indeling van de ruimtes. Wat we ook van plan zijn is het energie-neutraal te maken. Dat willen we doen met een soort infraroodverwarming. Je moet dat vergelijken met zonnestralen. We willen geen groot geïsoleerd gebouw maken, omdat het regelmatig open is, willen we dat inderdaad met een ander verwarmingssysteem doen, waarbij eigenlijk de energie geleverd wordt door zonnecollectoren op het dak. En zijn die plannen al aanstaande? We zijn zover dat we weten wat het gebouw gaat kosten, we weten ook wat we voor dit gebouw krijgen. En dat is natuurlijk nog niet alles, want belangrijk is ook dat de gemeente meedenkt. En op dit moment heeft het college een besluit genomen dat ze daarin in verder kunnen. Dat we daarin verder mogen. De plannen zijn dus bijna rond? Of, nou, bijna rond is het nog lang niet, want een van de belangrijkste dingen is natuurlijk de financiering. En we hebben wel wat toezeggingen van instellingen die dus geld beschikbaar stellen. En daar komen we een heel eind mee, maar voor de andere kant is natuurlijk subsidiëring is ook belangrijk. En daar zijn we eigenlijk nog volop mee bezig. We hebben onder andere van Lieder is toevallig eergisteren is er een toestemming gekomen dat een grote kans maken. Het moet alleen in Europa nog, in Brussel moet het nog goedgekeurd worden en dan zou dat binnen kunnen zijn. De werkelijke verhuizing zal pas plaats kunnen vinden in 2021. De Vincentiusvereniging is opgericht in 1853 en telt 65 leden en vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de minder bedeelden in de samenleving. Het is te hopen dat alles vlot en probleemloos verloopt, zodat inderdaad in 2021 het pand betrokken kan worden. De Varsseveldse fietsenfabrikant Van Raam heeft met haar nieuwe Ristia transportfiets de Eurobike Gold Award gewonnen. Deze award is een toonaangevende ontwerpprijs voor bedrijven in de fietsenindustrie. Een onafhankelijke jury verleent deze prijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Jurgen Vreeman. Goeiedag. Productieleider. Ik ben teamleider van de sales. Teamleider van de sales. Teamleider van de sales. Ja, ik mag met 14 man in totaal proberen wij de fietsen aan de man te brengen. Te demonstreren bij mensen. Dit soort producten. Ja. Van Raam. Hoe lang bestaat het bedrijf? Van Raam is begin 1900 al begonnen in Amsterdam. Met het fabriceren van gewone fietsframes. En in de jaren 70, 80 zijn we verhuisd naar de Achterhoek. Waar we vanaf de begin jaren 80 aangepaste fietsen maken. Wat dan een beetje bij toeval zo gekomen is. De directeur van ons, de oud-directeur, is helaas een aantal jaar geleden overleden, de heer Boezel. Die had een bekende die een hersenbloeding kreeg. En die kon niet meer op een gewone fiets. En aangezien wij fietsframes maakten, vroeg hij aan ons of wij geen aangepaste fiets konden maken, een driewielfiets. En hebben we er eentje gemaakt en op zo'n manier zijn we in de revalidatiebranche, in de aangepaste fietsen gerold. Tot wat we nu doen met een bedrijf van 160, 170 man. Ja. Ja, we hebben een rondje gemaakt. Ja. En we hebben gezien dat het zag er goed uit, hè? Niet alleen bij een aangepaste fiets meer blijft. Nee, nee. Duofietsen, tandems, rikscha's, bakfietsen. Mensen met beperkingen kunnen weer fietsen. Tweewielfietsen, driewielfietsen, rolstoelfietsen, noem het maar op. Ja. En dat allemaal op aanvraag? Alles wordt in principe op aanvraag gemaakt. We hebben niks op voorraad.
Wij hebben eigenlijk twee typen dealers. Dat zijn de rijbehandelaren. Dus als u een fiets zou willen aanschaffen, kunt u naar de plaatselijke fietsenzaak toe. Of het is mogelijk om via de gemeente een vergoeding te krijgen. En dan zult u bij de gemeente een fiets in bruikleen kunnen krijgen. En uiteindelijk is dat tot een e-bike hour gekomen. Ja, we hebben een prijs gewonnen op een van de grootste fietsbeurzen in Europa. In Friedrichshaven was de Eurobike. En we hebben een prijs gewonnen in de categorie speciale fietsen. En we hebben de Gold Award gewonnen. We zijn uitgekozen van 500 ingezonden producten. Hebben wij met deze fiets, met de chat, hebben wij een award gewonnen. En daar zijn we heel trots op en heel blij mee. Dat mag ook. Dat zijn we zeker. Hoe zei je, werk je met 100 servers? We zijn, momenteel werken we met een 160, 170 man. Op alle afdelingen, van de verkoop tot de serviceafdeling, productie, montage, magazijn, spuiterij. We hebben een hele eigen R&D en engineering afdeling. Koffiejuffrouw tellen we ook nog mee. Dus we zitten met een goede 160, 170 man. Ja. Ja, we zitten hier in de showroom. Hoeveel soorten zijn er? Wij hebben ruim 20, 25 verschillende type fietsen. Wat varieert van eenpersoonsfietsen tot meerpersoonsfietsen. Ja. En die wordt allemaal, alles van staal wordt bij ons in de fabriek gemaakt. Alles van staal proberen we in eigen beheer te houden. Je bent niet afhankelijk van leveranciers. Je kunt het zelf maken, je zit er zelf bovenop. Het is makkelijker. En het is allemaal aangepast werk, aangepast materiaal. Dus het is makkelijk dat je het zelf kunt maken. Ja. En dat de mensen hier komen met een bepaalde handicap? Mensen, of met een beperking, ja. Noemen jullie het? Ja, mensen met een beperking die niet meer op een gewone fiets kunnen fietsen. Om welke reden ook. Van balansproblemen tot, noem het maar op, Parkinson. Gewrichtsproblemen, kunstknieën, protheses, noem het maar op. Iedereen kan op afspraak bij ons in de showroom een afspraak maken om een fiets te proberen, te testen. Wij plannen dan een goed anderhalf uur in. We gaan met de mensen rustig aan tafel zitten, drinken een kopje koffie. Vragen waar het probleem is en dan gaan we kijken of wij daar een oplossing voor hebben. Iedereen die binnenkomt kunnen we garanderen, iedereen kan weer fietsen. Let's All Cycle is ook onze visie, Let's All Cycle. Iedereen kan fietsen, iedereen mobiel blijven. Ja. Ik zag dat daarachter staat een rek. Ja. Daar kunnen dus met bepaalde beperkingen kunnen we aanpassingen direct op de fiets maken en kijken of het werkt bij die persoon. Ja, we hebben in de showroom een aantal producten die kunnen we gaan kijken. We zetten iemand op de fiets en dan gaan we kijken welke problemen er zijn. En voor elk probleem hebben wij wel een oplossing. En dat kunnen wij hier in de showroom heel snel erop zetten, zodat mensen toch met diverse beperkingen weer kunnen fietsen. Ja, mensen met knieproblemen, die hun knie niet meer goed kunnen buigen, kunnen weer fietsen. Mensen met één arm, met één been, maakt allemaal niet uit. Allemaal oplossingen voor, ja. De fiets is bedoeld om samen te fietsen met volwassenen en of kinderen die niet meer zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen. Een begeleider fietst met één of twee personen. De personen zitten voorin in een speciaal ontworpen kuip. Ook voor jonge gezinnen is hij erg geschikt. Van Raam is een exclusieve dealer in bijzondere fietsen. Het laatste onderwerp van dit journaal komt uit Geesteren. Al jaren wordt er bij de Melktap in Geesteren een maïsdoolhof aangelegd. Dit jaar is de doolhof op 11 juli geopend door Poolse suikerpatiëntjes die in Borculo ondergebracht waren. De doolhof is dagelijks geopend vanaf 10 uur. Goedemiddag. Goedemiddag. Willy Eringveld. Klopt. We zitten hier aan de melktap, of aan de melktap, bij de melktap. Bij de melktap, ja. Bij de rotonde buiten Borculo. Ja, buiten Borculo zit Geesteren. Hoe lang hebben jullie de melktap? Hoe lang hebben we de melktap? We zijn begonnen in 2005 met de melktap. In juni 2005 hadden we het volop aan het draaien. Tegelijk begonnen met Boerengolf erbij. En het is nu een leuk bedrijfje geworden. En melktap, dat denk je aan melk en halen. Maar u verkoopt geen melk? Wij verkopen ook melk, maar wij verkopen de melk dus vanuit de tap. De mensen gooien een euro of 50 cent in een melkautomaat. En daarvoor tappen ze melk uit de automaat, vandaar ook de naam melktap. En die melk die komt van onze eigen 80 melkkoeien. Dus niet via de fabriek? Die komt niet via de fabriek. Nee, dit is echt de rauwe boerderijmelk. Is niks meer gebeurd, is niet gepasteuriseerd of gesteriliseerd of verhit of zoiets dergelijks. Die melk komt rechtstreeks van onze koeien
en is dagvers. En daar is veel afname van? Al heel eerlijk moet zijn, de naam melktap loopt beter als de omzet van de melktap. Maar het is wel een hele mooie PR voor de landbouw dat ze het zuiver product bij ons van de boerderij kunnen kopen. Dus wij willen het ook niet missen. En daarbij hebt u nu een doorlof ieder jaar, hoe lang al? Ja, we zijn natuurlijk begonnen met de melktap en boerengolf. En dat is altijd in het voorseizoen en het naseizoen. Maar echt in de zomerperiode heb je niet zo heel veel groepen. Dan heb je wat dagjes mensen. En daarvoor zochten we iets. En sinds een jaar of 10, 12 zijn we begonnen met een maïsdoolhof. En die gaat in juli open. En meestal eind tot eind oktober. Maar de laatste twee jaar helaas door de droogte moeten we de maïs al oogsten eind september. En zo'n doolhof, hoe zet men die uit? Ja, hoe zet men een doolhof uit? In het voorjaar wordt de maïs gepoord. Normaal doen ze altijd netjes in rijtjes poorten. Dat doen ze bij ons ook. Alleen bij ons doen ze het over de lengte richting en ook over dwars. En als de maïs dan een centimeter of 10 hoog staat, dan bellen we een bedrijf op. En we leggen dan een figuur eigenlijk op het perceel neer. En die staat ook op de laptop. En dat figuur wordt naar de satelliet toegestuurd. En met de laptop lopen we in het perceeltje. En die beste persoon kan precies zien waar die staat in het perceel. En dan loopt hij dat figuur af. En wij zelf mogen met een schoffeltje erachteraan lopen om de plantjes weg te halen. En zodoende krijgt men een figuur erin wat je er graag in wil hebben. En dit jaar wordt dat de koe is dat geworden. En wat van andere figuren hebt u al ingepland gehad? We hebben eigenlijk van alles gehad. We hebben een vlinder gehad, we hebben een paard gehad, we hebben een tractor gehad. We hebben Oerdorp, de tekst Oerdorp gehad. Tractor heb ik gezegd. We hebben de slimste weg gehad. En het mooiste vinden we nog wel steeds de koe. De koe of de koe met een kalfje is het leukste. Past ook het beste bij de melktap. Pakt het mooiste bij de melktap. En we hebben proberen elk jaar in het doolhof vragen te zetten. En het doel van die mensen die het doolhof bezoeken is ook om die vragen te zoeken in het doolhof. En als je een koe inzet, kun je ook de vragen relateren aan de boerderij. Dus die link is dan heel mooi gelegd eigenlijk. De entree is €3 per persoon. De doolhof ligt bij de melktap met een boerderijwinkel en waar men allerlei activiteiten organiseert. Onder andere boerengolf, boerensurvival, klootschieten en huifkartocht. De doolhof trekt veel bezoekers, mede door het gunstige weer van de afgelopen tijd. Beste kijkers, dit waren dan weer de nieuwsonderwerpen van week 38. Hopelijk heeft het u geïnteresseerd. Tot de volgende keer.